Bijna 1 miljoen abonnees, please! Agent 808 is terug. Vandaag ben ik ingehuurd als hitman. Ik moet iemand afmaken. Sorry! Dit doen we ook wel in de game Hitman 2. Dit is de eerste keer dat ik het speel, dus ik hoop dat ik een beetje goed ben. Willen jullie dit vaker? Abonneer, like! Bij de 100 likes krijgt iedereen van mij 1000 euro. Geen scam. Zo, daar zijn we dan. Wij moeten iemand vermoorden. Ook wel Athena. Agent 808 is back, baby. De bedoeling is ook wel, wij moeten gewoon iemand afmaken. En wij moeten proberen niet op te vallen. Geen idee of dit gaat lukken, hè? Oké, laten we even kijken wat we hier allemaal kunnen vinden. Oeh, we zien hier een politieagent. Misschien kunnen we zijn kleding jatten. Het zou dood zijn. Oh, we kunnen dit pakken? Wat kunnen we hiermee doen? Ik kan het op iemand gooien, maar ik weet niet of dat slim is. Dus wat we gewoon gaan doen? Wij gaan gewoon hier staan. Oeh! Kunnen we niet snel zijn kleding nu jatten? Oh, we zijn security geworden. Weet je wat? Ik ga op de pot zitten. We blijven gewoon zo staan. Niemand zal weten dat wij die gast neer hebben gehaald. Kunnen we plassen? Nee. Oh, agent 808. Wat zie je er vandaag prachtig uit. Kunnen wij nu trouwens gewoon doorlopen zonder dat wij opvallen? Oh, ze zoeken me volgens mij al. Oh, god. Oh, nee, hij is wakker. Oké, hij heeft zijn wapen al vast. Weet je wat? We doen gewoon de deur dicht en we blijven hier gewoon. Als we gewoon zo casual mogelijk door blijven lopen, kan er helemaal niks gebeuren. Maar we moeten trouwens nog een aantal dingetjes doen. We moeten iets met een datadisk doen, maar we gaan eerst gewoon iemand vermoorden. En dat gaat me lukken. Ik hoop eigenlijk niet dat we bij andere mensen opvallen. Ik heb wel een koffertje vast. Ik heb geen flauw idee wat je daarmee kan. Als we gewoon doodnormaal rondlopen, kan er niks gebeuren. Hallo meneer. Oh, ik ben niet eens opgevallen. We moeten zoveel mogelijk proberen te looten volgens mij. Oké, deze deur is op slot. Nou, dat vind ik echt heel vervelend. Maar de security guy denkt dat we hier werken. Agent 808. Oké, maar waar moeten wij eigenlijk heen? Denk je dat we gewoon hier rechtdoor kunnen lopen zonder dat we opvallen? Ik loop gewoon ergens naar boven. Geen flauw idee. Wat ik aan het doen ben. Oké, we openen deze deur. En kijk eens even hoe prachtig dit hier is. Dit ziet er echt heel erg mooi uit. Wat hebben we hier? We kunnen dit enigszins openen. Oh, dan zitten we verstopt. Oké, dat is wel een beetje zielig. Maar ik moet gewoon iemand vermoorden. Maar oeh. Oh, we kunnen trouwens gewoon een ex pakken. Val ik nog ergens op? Komen langzaam in de buurt van de dame die we moeten afmaken. Hopelijk zit de mens straks niet zo van... Wat de hel ben je hier aan het doen? Oeh, ik pak trouwens wat op. Hallo iedereen, negeer mij gewoon, oké? Ik ben gewoon een geheime agent die iemand moet af... Wacht even. We zijn in de buurt van iemand. Kunnen we kijken of ze misschien hier is? Ik zie daar wel iemand met een geheime pakje aan. We hebben eventueel een muntje. Kunnen we daarmee mensen afleiden? Ik wil die gat daar afmaken trouwens. Want hij heeft namelijk iets wat wij nodig hebben. Oh, we lopen wel gewoon door. Oh, sorry. Hoe leiden wij hun af zodat we die gast kunnen afmaken? Ik denk tenminste dat we hem moeten afmaken. Misschien moeten we zijn pakje proberen te stelen. Hoe gaan wij hem nou weer afleiden? We hebben zijn spulletjes nodig. Hallo, meneer. Want we hebben hier een keycard voor nodig om hier in te komen. Ik ga eventjes naar de badkamer toe. Misschien gaat hij achter me aan. Dan kan ik hem afmaken. Hij gaat achter mij aan. Dat is goed. Wil je me niet onder schot houden hier? Ik moet je helaas wel eventjes afmaken. Oh, ik heb zijn kleding aan. Oh, god. Weet wat? Volgens mij zijn ze erachter gekomen dat ik hier ben. Maar ik heb nu andermans kleding aan van die gast. Hey meneer, zou je alsjeblieft hier niet willen zijn? Dat zou ik fijn vinden. Ga weg. Oh nee, ze hebben hem wakker gemaakt. Nee. Shit. Oké, hij loopt nu naar beneden. Er staat daar wel iemand. Denk je dat wij nu gewoon kunnen doorlopen? Weet je wat? Dat gaan we gewoon doen. Wij vallen nu gewoon niet op. Misschien kunnen wij hier ergens een schroevendraaier vinden. Nee, niet in een kast verstoppen. Denk je dat we nu gewoon kunnen doorlopen? Gaan we het wel proberen. Oké, dat is gewoon de bedoeling. Oké, we komen nu hoger en hoger. Misschien zien we hier de persoon die we straks moeten afmaken. Sinds wanneer is het zo lastig? Oeh, dit is die gast die we moeten afmaken. Hey daar, alles goed? Waar ga je heen? Waar ga je heen? Kan ik hier iets van afmaken? Kan ik je nekje breken zonder dat we echt opvallen? Hij kijkt me ook aan van wat doe jij hier? We gaan hem gewoon achtervolgen. Ik weet niet hoe dit allemaal werkt. Want hij heeft namelijk iets nodig. Namelijk de Val Data Core. Maar hoe we hem gaan afmaken, I don't know. Hij loopt gewoon langzaam door. En wij lopen gewoon casual achter hem aan. Ja, maar nu staat hij daar weer. Maar dan killen we toch wel eerst eventjes die antenne. Als dat de bedoeling is. Hallo iedereen. How are you doing? Misschien kunnen wij hier iets vinden wat we kunnen doen. Kunnen we hier iets van de... Ik pak gewoon shit op. Misschien kunnen wij hier iets vinden wat we nodig hebben. Maar hij daar houdt me in de gaten. Weet je hoe irritant dat is? Kunnen wij die gast gewoon niet vanaf hier afmaken met een wapen of iets in die richting? Of dat we even zijn rugje laten breken? Er moet een manier zijn zodat wij mensen kunnen afleiden. Waardoor we hem kunnen doodmaken. Maar ik heb geen flauwe idee hoe we dat gaan
gaan doen? Ik pak even je appel, oké? Okay? Die is nu van mij. Kan ik gewoon niet een appel omgooien? Oh! Oké, niemand heeft me door. Oké, guys. Ik ben nu echt verstopt. En niemand zal me vinden. Ik ben weer lekker in de kast verstopt. Kan ik hier niet iets van kleding fixen of zo? Kan het internet uitdoen. En die heb ik nu uitgedaan. En nu is waarschijnlijk iedereen boos. Iedereen gaat nu wild. Oké, maar hier werd ik net soort van betrapt. Dus dat vind ik niks. Nee, de deur is dicht. Oké, we gaan gewoon snel doorlopen. We vallen gewoon niet op. Daar is de dame die we moeten vermoorden. Oeh, ga ik haar afmaken. Wat ik eventueel kan doen is mijn gun pakken en haar een kogel geven. Get IT up here, right now. Oh, ik heb het internet uitgedaan. Waardoor ze nu niks kan. Oh, ik heb haar vermoord. Ik wist niet of dat de bedoeling was. Oké. Ren. Ren. Oké, iedereen weet nu waar we zijn. Oh god, ik moet iedereen maar vermoorden die we tegenkomen. Kan ik hier achter verstoppen? We gaan gewoon hier achter verstoppen hoor. Mensen zijn nu op zoek naar, maar we hebben de allereerste ding gedaan. Maar nu moeten wij nog voor Tree Fall Data Core. Maar hoe gaan we dat nou weer doen dan? Of backup data disk. Dus we kunnen ook nog iets anders doen om dit te halen. Ik heb hier trouwens een schroevendraaier. Die is heel handig om te hebben. Dus die pak ik wel even. Oh nee. Oh, waarom moeten jullie hier staan? Ben ik soort van veilig? Ik ben hunted. Dus misschien moeten wij een manier vinden om iemand af te maken en die kleding proberen aan te krijgen. Maar hoe we dat gaan doen, I don't know. Oké, ik heb iemand anders kleding aangedaan. Oké, laten we nu maar gewoon kerst verlopen dan maar. Ik denk dat we nu niet opvallen. Oh, la. Alles goed daar met iedereen. Hij is hier letterlijk voor me. Oh, hij is weggerend. Oké, ik ga hier weer in verstoppen. Oh, god. Hij zit nu letterlijk uit te leggen hoe ik eruit... Oh. En nu weet iedereen dat we hier zijn. Ik vind het niet zo prettig dat ik hier verstopt ben. En ik moet nog 3 dingetjes doen. Ik vind het stom. Ik vind het lastig. Waarom heeft niemand mij gezien? Ik heb me super snel Oh god! Iedereen schiet op mij! We gaan gewoon rennen. We gaan gewoon op die gasten af die we moeten afmaken, volgens mij. Kan ik gewoon hier verstoppen? Ik ben doorgelopen. Waarom doet niemand zo van, what the fuck doe je hier trouwens? Laat ik een van deze deuren openen. Misschien kunnen we hier achter wat vinden wat we nodig hebben. Silent attack! Hey, sorry. Denk je dat we deze kluis kunnen openen? Doe het zo met shotgun. Ik ga wel eventjes hier kijken. Misschien vinden we hier iets. Ja, wel een shotgun trouwens. Die wil ik eigenlijk ook wel hebben. Het spijt me hiervoor. Maar ik wil even weten wat ik hier kan doen. Kan ik jouw kleding dragen? Ik heb nu een beter wapentje gepakt. Ik ben nu een soort van veilig. Yo, maar ik zit wel een soort van vast. Kan ik deze... Oh, deze deur kan ik gewoon openen. Oké, we halen mijn wapen nu gewoon weg. En we gaan gewoon op zoek naar die andere mensen die we moeten afmaken. Waar ben ik nou in één keer beland dan? Hey, ik loop even langs jullie. Is hier wat te vinden? Het lijkt erop van niet. Ik doe weer de deur voor jullie dicht. Ik ga de brandalarm afdoen. Oh god, iemand zit nu achter me aan. Oh nee, verstop! Verstop! We hebben al 1 van de dingen gedaan. Maar nu moeten we nog kijken wie we moeten vermoorden. Kan ik hier langslopen? Ja, hij doet nu niet zo van, yo, wat doe je hier? Eindelijk komen we eindelijk een stukje verder. En dat maakt me gelukkig. Hallo? Wacht, volgens mij zijn we nu in de buurt van iemand. Ik ben blij dat iedereen nu zit van... Het is nu eindelijk rustig hier. Ik ben blij dat niemand zit van... Yo, wat doe ik jij hier? Waarom loop je met de shotgun agent... Oh god. Waarom loop je met de shotgun agent 808? Ja, hij heeft mij niet gezien deze keer. Dat voelt een keertje als een opluchting. Ik zie hier een sleutel. Ik weet niet wat ik heb gepakt, maar ik heb nu een sleutel bij ons. Nu kunnen wij deurtjes openen. Dus zijn we gelijk een stukje verder. Yo, dit ziet er wel wat uit waar we wat mee kunnen doen. Vault security... Oké, weet je wat? Ik druk wel gewoon overal op. Dit gaat ons helpen. Misschien kunnen we dan nu straks die kluis openen. Hallo, meneer. Hallo. Hey, jongens. Sorry. Ik moet iemand stelen. Volgens mij moest ik iemand stelen. Dat dacht ik. Weet je wat? We gaan een andere manier vinden om die data disk te pakken. Wij gaan gewoon hier doorheen. Nee! Ik heb een wapen naar beneden gegooid. Dat is stom. Oeh, de security ding is... Oh, wacht even, dit is echt heel goed. Ik heb wat uitgezet trouwens. Dat betekent dat we volgens mij, als ik eventjes dit ga openen... Wij moeten nu een manier vinden om hierin te komen. Oh god, want nu kunnen wij namelijk gewoon dit openen. Missing a crowbar! Wacht, kunnen we gewoon niet hierop klikken? Oké, ik ga even iets kijken of ik iets goeds heb gedaan hoor. Ik heb dingen uitgedaan, straks komt er sowieso die gang. Maar ik heb hier een sleutel opgepakt. Kan ik die hier... Hier de keycard in die...
we nodig hebben. Oh, oh, oh my god. Dan kunnen we die nu hiervoor gebruiken. En dan gaat de kluis open. Wacht, oh my god. Ga ik het gewoon een keertje halen? Ga ik het halen? Open. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Dit gaan mensen horen. Ga niet doorheen. Oh god, waarom zie ik hier lasers? Kan ik de lasers gewoon niet uitdoen met de kaartje hier al? Oh shit. Oké, dit moet een goed teken zijn. We hebben alles! We hebben alles! Nu moeten we proberen te ontsnappen! Oh my god, oké. Oké, we gaan rennen. Oké, daar is zo te zien de bank. Oké, maar we gaan dit wel even oplossen. Wacht, we kunnen nu gewoon overal makkelijk langs. We hebben nu overal een kaart voor, dus weet je wat we gewoon gaan doen? Ik kan mijn gun niet pakken, blijkbaar. We gaan gewoon naar de uitgang lopen. Oké, we lopen hier langzaam. Kunnen we niet gewoon via de hoofdingang? No! Kom op, iedereen ziet me nu. Iedereen ziet me nu, iedereen schiet op me. Oh, gaan we dit halen? Oh, oh, exit missing, yes. Yes, agent 88 did it. Volgens mij heb ik heel veel onschuldige mensen vermoord. Yeah, kijk al die XP die we krijgen. Hell yeah. 15.000 XP. Agent 88 is voor de beste die er is.